Goedendag jongens en meisjes. Mijn naam is Kai ten Barge, 29 jaar en werkzaam bij Hartman Hoveniers en Boomverzorgers. In dit filmpje gaan we kijken naar de natuur. We willen jullie daarmee het een en ander leren over de natuur en wat er te beleven valt. In dit filmpje gaan we het hebben over het Haaksbergenveen, een natuurgebied aan de rand van de gemeente. Het gebied is 500 hectare groot. Dat is net zo groot als 1000 voetbalvelden. Als we het over veen hebben, maken we onderscheid in verschillende soorten. Om het makkelijk te houden, benoem ik er nu twee. Het hoogveen en het laagveen. Het laagveen ligt onder het grondwaterspiegel. Het water dat je er ziet, is dan ook grondwater. In het geval van het Haaksbergenveen hebben we het over hoogveen. Dit is een veengebied dat regenwater vasthoudt, door een kleilaag in de bodem. In dit water blijven plantenresten op de bodem liggen. Deze stapelen zich op, waardoor veen ontstaat. In het Haaksbergenveen komen vooral veel vogels voor. Vooral watervogels kom je hier in grote getalen tegen, zoals ganzen, eenden en meeuwen. De meeste van deze vogels voeden zich met planten die langs het water groeien. In de winter trekken veel van deze vogels weg naar warmere gebieden. Kom je aan het eind van de zomer in het veen, dan zal het je opvallen dat er enorm veel ganzen in een grote V-vormige vlucht over je hoofd trekt. Deze staan op het punt om naar het zuiden te gaan. Een diersoort die wij per toeval op film hebben gekregen, is de beverrat. Deze soort is eigenlijk een rattensoort, maar lijkt erg veel op een bever. Langs het water groeien vaak ook jonge bomen, waaronder de wilg. Deze wilg lijkt in eerste instantie niet zo bijzonder, maar hij is voor enkele dieren erg belangrijk. Vooral voor bepaalde insecten, zoals bijen. Het is namelijk zo dat een wilg als een van de eerste plantensoorten begint te bloeien in het voorjaar. Bijen, die afhankelijk zijn van bloeiende planten omdat ze daar hun voedsel vandaan halen, worden rond deze tijd wakker uit hun winterslaap en maken er dan ook graag gebruik van, zoals je kunt zien. Uiteraard zijn er nog veel meer diersoorten in het Haaksbergenveen. Wil je hier meer over weten? Daar kan men het beste onder leiding van een gids het terrein op gaan, om te kijken wat waar leeft. Pas wel op waar je loopt, er is veel water en je hebt zo natte voeten.